Welkom in deze volgende video op de Wiskunde Academie over combinatoriek. Nou, we hebben in de vorige video over roosters hebben laten zien hoe je snel bij een telprobleem de mogelijkheden in beeld kunt brengen. En roosters kun je ook gebruiken wanneer je het hebt over competities. Nou, er zijn een aantal soorten competities die we uit elkaar moeten houden. Namelijk de gewone competitie, dus iedereen speelt tegen iedereen, of het afvalsysteem. En in competities hebben we ook weer een onderscheid tussen twee soorten competities, namelijk de hele competitie en de halve competitie. Bij een hele competitie spelen alle teams zowel thuis als uit tegen elkaar. En gelijk de vraag, hoeveel wedstrijden worden er nu in een hele competitie gespeeld wanneer je met 5 teams speelt in die competitie? Dus pauzeer de video en kijk eens of je dit zelfstandig kunt berekenen. Nou, een manier om dit in beeld te brengen is dus met een rooster. En hierin zet je zowel horizontaal als verticaal de letters A, B, C, D, E van de teams. En die teams spelen zowel thuis als uit. Bijvoorbeeld, we hebben hier te maken met bijvoorbeeld A tegen D. Dus A speelt uit en D speelt thuis, de onderlinge wedstrijd A tegen D. Maar dezelfde wedstrijd kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Dus dat is dat A thuis speelt tegen D uit. Nou, een aantal wedstrijden in dit rooster kan natuurlijk niet. Je kunt natuurlijk nooit A tegen A laten spelen. En op dezelfde manier ook nooit B tegen B, C tegen C, D tegen D en E tegen E. Je ziet dus daarom ook altijd dat het rooster voor de competitie, de diagonaal, altijd wordt zwart gemaakt. Dat deze dus niet meetelt. Hier kun je dus ook niks invullen. En dat is dus ook geen wedstrijd. Nou, hoe bereken je dus hoeveel wedstrijden er in deze competitie worden gespeeld? En je ziet dat dit rooster, als we even de diagonaal bij de beschouwing laten, dat dus eigenlijk al een 5x5 rooster is. Gewoon het aantal teams keer nog een keer dat aantal teams. Maar de diagonaal, wat precies ook weer 5 is, gelijk aan het aantal teams, dat valt weg. Die gebruik je eigenlijk niet. Dus hier heb je te maken met 5 keer 5, 25, min 5, betekent dus 20 wedstrijden in deze competitie. Nou, je kunt ook te maken hebben met een halve competitie. En in een halve competitie speelt elk team maar 1 keer tegen elkaar. Bijvoorbeeld A speelt alleen maar uit tegen D of A speelt alleen maar thuis tegen D. Nou, wat houdt dat dus in? Met hoeveel wedstrijden hebben we dan te maken? Nou, je kunt, dus hier eigenlijk van uitgaan, dat je dan te maken hebt met de helft van dat rooster. Dus de vraag, hoeveel wedstrijden worden er nu precies in een halve competitie gespeeld met 6 teams? Dus pauzeer eens de video en kijk eens of je hier zelfstandig uitkomt. Nou, wanneer je met 6 teams te maken hebt, laten we even voor het gemak het rooster ook weer even zo maken, dat er inderdaad 6 teams in staan. Dan willen we dus eigenlijk bijvoorbeeld alleen maar de onderkant van dat rooster. Of onderkant, de linkerkant, linksonder, die hele groep. Daar willen we mee te maken. Dat zijn de wedstrijden die we gebruiken. Hoeveel wedstrijden zijn dat nu precies? Nou, hoe krijg je deze nu vanuit dat grote rooster? Als we het hele grote rooster bekijken, dan hebben we eigenlijk 6x6, 36 wedstrijden. Goed, dan hebben we natuurlijk nog een aantal te veel. Sowieso de diagonaal telt helemaal niet mee, dus die halen we er ook vanaf. Min 6. En we willen hier maar van de helft hebben. Kortom, deze 30 die we nu natuurlijk nog overhouden, die delen we door 2. We willen alleen die onderkant hebben. En dan zien we dus dat we dus in totaal 15 wedstrijden hebben in een halve competitie met 6 teams. Nou, naast hele en halve competities kan je ook met een afvalsysteem te maken hebben. Bijvoorbeeld bij een tennistoernooi zoals Wimbledon of de US Open. En bij een afvalsysteem is het zo dat wanneer je verliest, lig je gelijk uit het toernooi. En wanneer je wint, dan ga je verder. Stel nu dat we een afvalsysteem hebben met even een klein aantal teams, of je kan ook zeggen spelers, namelijk 8 spelers. Hoeveel wedstrijden worden er nu in een afvalsysteem met 8 teams gespeeld? Nou, wanneer we 8 teams hebben, dan gaan elke keer per groepje van 2 gaan deze onderling een wedstrijd spelen. En daar komt een winnaar en een verliezer uit, waar de winnaar weer doorgaat. Kortom, we hebben vervolgens nog 4 teams over. Die gaan weer spelen en dan houden we 2 teams over. En vervolgens gaan die ook weer spelen en dan houden we uiteindelijk 1 winnaar over. Bijvoorbeeld dus dat in de eerste ronde, na de eerste ronde, alleen de teams B, C, E en G nog over zijn. Vervolgens wordt er weer 2 wedstrijden gespeeld, dan houden we C en G over. En uiteindelijk wordt er een finale gespeeld en dan houden we G over. Je ziet dus 1 finale, 2 halve finales en 4 kwartfinales. Dus in totaal heb je hier te maken met 7 wedstrijden. Nou,
Zou je dit nog uitgebreiden, bijvoorbeeld als je zegt er zijn geen 8 teams, maar 16 teams, dat betekent dus dat je nog 8 achtste finales erbij krijgt. En ga je dit nog verder uitbreiden, bijvoorbeeld nee, we hebben 32 teams, dan krijg je nog 16 zestiende finales, als je daarover mag spreken en of dat een correct Nederlands woord is. Maar goed, je ziet dus een mooie regelmaat in het aantal wedstrijden wat je nodig hebt. 1 finale, 2 halve finales, 4 kwartfinales, 8 achtste finales. Nou, je ziet de regelmaat. Elke keer is het aantal wedstrijden wat je gebruikt is weer 2 keer zoveel als tevoren. En tel je natuurlijk deze hele reeks op, dan kun je dus ook heel makkelijk uitrekenen hoeveel wedstrijden je nodig hebt in een afvalsysteem. Goed, dit was weer een manier, een gebruik om dus visueel alle mogelijkheden in beeld te brengen. Nou, een andere mogelijkheid is ook nog de wegendiagram. Dus bekijk ook nog even de video over de wegendiagram. Ik zie je in de volgende video.